Zo'n 25% van alle Nederlanders heeft last van een luchtwegallergie. Slecht slapen, rode ogen, verstopte neus. En veel mensen kiezen ervoor om hiermee niet naar de huisarts te gaan, maar om zelf medicatie te halen bij de drogist. Wat ik me afvraag, is dit eigenlijk wel voldoende om de allergie echt helemaal tegen te gaan? Dat ligt aan wie het is en wat voor allergie het is. En dat ligt er ook aan wat je in een drogist wel of niet kunt krijgen in vergelijking met middelen die bij de apotheek verkrijgbaar zijn. Ik ben zelf kind aan homeopaat geweest en dat helpt dan beter, vind ik zelf. Ervaring genoeg, het helpt allemaal niks. Als je het goed wil weten, moet je echt een test doen. Maarten, jij houdt je bezig met luchtwegallergieën. Welke allergieën vallen daar precies onder? Dat klopt, luchtwegallergieën, daar heb je verschillende van. Je hebt de boompollen, graspollen en je hebt ook de huisstofmijt. En eigenlijk die drie zijn de meest voorkomende luchtwegallergieën die je hebt en waar je last van kan hebben. En nou heb ik gehoord dat ongeveer een kwart van alle Nederlanders last heeft van een luchtwegallergie. En welke van die drie die je net noemde zijn nou het meest voorkomend? Nou ja, als je kijkt naar wat het meest voorkomend is, dan denk ik dat het nu in dit seizoen, hooikortseizoen zoals we het ook wel noemen, de graspollen en ook de boompollen echt het meest aanwezig zijn. En wat zijn nou naast die bekende rode ogen en snotneus de symptomen hiervan? Nou, je zegt het eigenlijk al goed, hè? Inderdaad, je hebt jeukende of tranende ogen, veel niezen, dus veel de klachten met de neus. Maar wat ook vooral misschien onderschat wordt, is het slecht slapen. En waardoor je vermoeid wakker wordt, wat ook een absolute impact heeft op het dagelijks leven. En wat is nou eigenlijk de oorzaak van zo'n allergische reactie? Nou, allergische reactie is dat er een stofje je lichaam binnentreedt waar je overgevoelig voor bent. Nou, kun je je voorstellen in dit hooikortseizoen en de pollen van de grassen en de bomen zijn in volle bloei, dat je in aanraking komt met deze pollen. Nou, door middel van het inademen van het stofje, van het polletje, komt het zeg maar in je lichaam, waardoor je eigenlijk een overreactie geeft op het stof. En dat noemen ze ook wel een overreactie op het allergeen. En zijn allergieën nou eigenlijk erfelijk bepaald? Nee, allergieën hoeven niet per se erfelijk bepaald te zijn. Maar wat je wel veel ziet is dat in families waarbij de ouders of grootouders ook klachten hebben, dat wel de kans groter is dat je zelf ook meer klachten zult ontwikkelen of allergische reacties zult krijgen. En komt het ook wel eens voor dat iemand bijvoorbeeld en hooikoorts heeft en ook nog een allergie voor huisstofmijt? Ja, dat zie je ook. Die combinatie komt veel voor. En het is soms ook lastig om te zien en te ondervinden voor welk van deze twee je nou het meest allergisch bent. Maarten, heb jij nou het idee dat allergieën onderschat worden? Ja, ik heb zeker het idee dat allergieën onderschat worden. Zeker als je kijkt naar het hooikortseizoen, dat patiënten heel veel last hebben. Heel veel last hebben van symptomen. Maar het belangrijkste ook is wat onderschat wordt, is de vermoeidheid. Mensen slapen slecht, worden vermoeid wakker. Heeft impact zeg maar, op hun dagelijks leven. Wat ook ziekteverzuim tot gevolg kan hebben. Dus eigenlijk zou jij wel adviseren om toch echt met die klachten naar de huisarts te gaan? Ik zou zeker adviseren om met die klachten voor een goede controle naar de huisarts te gaan. Maar heeft die huisarts dan wel de oplossing? Ik denk zeker dat de huisarts een oplossing heeft. Hij kan een aantal dingen doen. Hij kan een goede test bij je laten uitvoeren. Dat kan door middel van een huidtest. Waarbij je lichaam zeg maar, een aantal puntjes wordt getest op welk allergeen jij het meest reageert. Dat kan ook door middel van een bloedtest. En daarnaast heeft hij een aantal mogelijkheden. Dat is saneren. Dat zou betekenen dat je in dit seizoen, in het hooikortseizoen, niet meer naar buiten zou kunnen. Hij kan ook symptomatische medicatie voorschrijven. Dan kun je denken aan een neusspray, oogdruppels, om eigenlijk de symptomen onder controle te houden. En de derde mogelijkheid zou immunotherapie zijn. Immunotherapie? Dat is helemaal nieuw voor mij, vertel. Immunotherapie wil niet anders zeggen dat je je lichaam herprogrammeert. Dus je behandelt een patiënt met hetzelfde stofje waar hij ook op reageert. Dus je dient de allergeen waar de patiënt op reageert en een dosis toe. Dat op een gegeven moment je tolerant wordt en geen klachten meer zult ondervinden. Oké, dus als ik het goed begrijp, ga je het stofje waar je allergisch voor bent in een medicijn verwerken om er vervolgens beter van te worden. Hoe werkt dat dan? Ja, het klopt. Je moet het zo zien, het is nu het hooikortseizoen. In het hooikortseizoen zijn alle pollen in bloei. Dan gaat met een grote stofzuiger worden al die pollen worden verzameld en die pollen worden verwerkt in het medicijn wat later toegediend kan worden. Oké, dus eigenlijk zijn er best wel wat mogelijkheden om minder last te hebben of misschien zelfs immuun te worden voor je luchtwegallergie. Mm-hmm. Kun je er eigenlijk ook overheen groeien? Je kan er ook overheen groeien. Dat zou misschien nog wel een hele goede oplossing zijn, hè?
Het is dus een fabel dat je allergieën kunt tegengaan met medicijnen die je bij de drogist koopt. Wel kan je er natuurlijk de symptomen mee bestrijden, maar als je echt immuun wilt worden en de allergie bij de wortel wilt aanpakken, zou je bijvoorbeeld kunnen kiezen voor immunotherapie.